Carolien, we hoorden net al, jij hebt de cijfers bekeken van vorig jaar. Ben je tevreden? Jazeker. Ja, dat kan eigenlijk niet anders met deze cijfers. Kijk, wat we overigens al jaren zien bij de charterondertekenaars is dat we elk jaar groeien. Dat doen we al meer dan 10 jaar. Maar dit jaar is het ook nog weer, gaat de groei sneller dan normaal. Dus we zijn, als we even naar de top kijken, dus raad van bestuur en de laag daar direct onder, dan zijn we gegroeid van 24,6% naar 26,7%. Dus dat is een stijging van meer dan 2%. Nou, meestal zitten we zo rond de 1,5%. Dus dit is historisch hoog, dus daar ben ik heel blij mee. Ja, dat kan ik me voorstellen. En hoe is het met hoe zit het in de raad van commissarissen? Daar schijnt ook een hele grote groei te zijn? Ja, dat klopt. Als we kijken naar de raad van commissarissen van charterondertekenaars, dan zitten we inmiddels op 36,3%. Voor raden van toezicht is dat zelfs nog wat hoger, zitten we op 39,7%. En even, ik noemde net niet geloof ik de raad van bestuur expliciet, daar zitten we op 31,4%. Dus wat we zien is dat we voor alle raden, dus raad van bestuur, raad van commissaris, raad van toezicht, zitten we inmiddels boven die 30%. Dat was vorig jaar breaking news, zeg maar, toen bereikten we dat punt voor het eerst. Maar het is dus ook heel goed om te zien dat dat beklijft, zeg maar. Dus dat we ook nu weer met al die raden ruim boven de 30% zitten. Dat klinkt inderdaad als echt zeer ruim erboven. Is dat uitzonderlijk of of had je dit wel verwacht, om het zo te zeggen? Daar kan ik 2 antwoorden op geven. Ik had het verwacht van charterondertekenaars en het is uitzonderlijk in Nederland, helaas. Want als je dit vergelijkt met de bedrijven en allerlei organisaties en instellingen zeg maar, in Nederland die we volgen op andere manieren, vanuit de bedrijvenmonitor en de wet bestuur en toezicht, dan zie je dat een raad van bestuur op 12,4% staat. En dat moet je dus vergelijken met 31,4% van de charterondertekenaars. Dus dat is bijna 20% hoger dan het landelijk gemiddelde. En voor de raad van commissarissen, daar zitten we landelijk op 18,4% en hier dus op 36,3%. Dus dat zijn echt hele grote verschillen. Dus de kandidaten, zou ik maar zeggen, staan in de rij dan, neem ik aan, met dit soort cijfers? Ja, het is wel bekend, zeg maar, inmiddels inderdaad dat het helpt, zeg maar, om onderdeel te worden van die talent naar de top community en om het charter te ondertekenen. Dus ja, steeds meer bedrijven en organisaties en corporaties, et cetera, weten de weg naar ons te vinden. Het mogen er voor mij altijd echt nog meer zijn, graag zelfs, omdat we duidelijk zien dat bedrijven die zich committeren en die dus intrinsiek gemotiveerd zijn om dit te gaan doen. Dat is wat anders nog dan een kwotum dat opgelegd wordt of een wet die opgelegd wordt. Maar hier, op het moment dat je hiervoor tekent, dan heb je een innerlijke drive om hier iets van te maken. 60% zeg maar van de charterondertekenaars heeft inmiddels ook zijn eigen streefcijfer gehaald. Dus je ziet gewoon dat charterondertekenaars, normaal dat ze tekenen en zich dus committeren, ook echt stappen zetten. En is het zo dat organisaties die het streven niet redden, dat jij daar persoonlijk langs gaat? Of wat zijn de represailles? Er zijn geen represailles. Dus het is geen straf en tucht, zeg maar. Het is aanmoediging wat we doen. Ja. Dus het is wel zeker zo dat we soms langs gaan bij bedrijven, maar veel meer om te kijken waar kunnen we helpen. Ja. Of kennen we een CEO van een andere organisatie die ditzelfde heeft gehad, waar jij eens mee kunt praten. Weet je? Dus het is ook niet eens zo dat wij dat kopje koffie per se komen drinken. Maar soms helpen we ze ook door mensen in het netwerk met ze te laten praten. Ja, dus het uitwisselen van best practices en dat je ook leert van elkaar weer. Ja. Absoluut. Hartstikke bedankt voor je toelichting.